ben in New York en ik ben op zoek naar een drummer, maar niet zomaar een drummer. Deze man is een legende. Dus ben ik naar New York gevlogen en heb ik een taxi genomen de stad in. De stad waar alles 24 uur doorgaat, waar alles altijd aan de gang is en zoveel muziekhelden hebben gespeeld en hun leven hebben geleid. Ook vandaag de dag gaat dat nog steeds door. Dit is waar mijn zoektocht begint, terwijl ik afdaal in Manhattan. Ik ben hier naartoe gekomen met een paar contacten, een handjevol telefoonnummers en een paar adressen. Op mijn zoektocht naar de legendarische drummer van de al even legendarische band Weather Report, Peter Erskine. Nou, waar gaat dit nou allemaal over? Dit is een crowdfunding project en dit is hoe het werkt. Ik begin een verzoek om Peter Erskine naar Nederland te halen. En als er dan genoeg mensen zijn die meedoen, dan zal Live on Demand het concert organiseren. Nou, we zijn nu een week bezig hier met de Jazz Dream om van alles te regelen. En ja, dan kom je natuurlijk met jazz, kom je altijd in Harlem terecht. En dat harde werken krijg je honger van. En dan moet je één ding vooral doen. En dat is gaan eten wat wij nu doen. Hier bij Sylvia's, het beroemdste soulfood restaurant in Harlem. Op Lenox en 125th. Daar hebben ze zelfs Sugar Hill, dat is een wijk hier in Harlem. Sugar Hill bier, een saxofoontje erop. Er staat op Taste the Music. Nou, ik weet niet of het nog jazzier kan, maar ik denk het niet. In New York voel je altijd meteen die enorme drive en die energie in deze stad. Die groove is echt overal en er is zoveel talent hier. Oud-burgemeester Ed Koch zei ooit, if you're one in a million, there's 10 of you in New York. Please give it up. Coming up on bass, Hans Mantel. We staan hier bij het Beacon Hotel, naast het beroemde Beacon Theater in New York's Upper West Side, om te gaan praten met drummer Peter Erskine. Een hele hoop van ons natuurlijk kennen van Weather Report en van Steps Ahead. My name is Peter Erskine. I'm a drummer. One of the most basic truths or foundations in making music is creation of tension and release. How important is it that older players pass on their wisdom to the younger players? Giving something back to the music, it's part of the jazz ethos. Well, thank you very much. We hope to see you at the festival. Yeah. Zou het nou niet geweldig zijn om Peter Erskine naar Nederland te halen? Hij is een meesterdrummer, een monster, zoals dat in het vak heet. Dus sluit je bij mij aan bij Live on Demand en let's get Peter Erskine live.